Nou, vandaag gaan we de vijfde keer gaan we de Kanten Toertocht gaan we rijden. Rond 1 worden we dan verwacht bij Stichting AAP om daar een uitgebreide rondleiding te ondergaan. En u vindt het ook nog steeds leuk om mee te gaan? Heel gezellig, ik ga naar de AAP. Nou, is mooi weer, Rupert. Ik controleer even de oliepeil, even kijken of de mensen genoeg gezien hebben. Allemaal. Ik mocht geen nee zeggen tegen die. Oké, van meneer de Rijer is ook oké. Naar IJzerdijk, dat is de verkeerde deur. En binnenkort zijn beurtje. Ja, hè? En dan wil ik alleen nog even weten wat er wet is en dan ben ik allemaal. Hoe ruwer, hoe beter. Ik heet u allemaal van harte welkom op de vijfde Kanta Toertocht alweer. We gaan zo meteen gaan we vertrekken. Daar rijden we naar Stichting AAP in Almere. Nieuw dit jaar is dat we vandaag extra kritisch gaan kijken naar de bestuurders van de Kanta's. Waarna we eind van de middag verkiezing hebben van de beste chauffeur van de dag. En de één na beste chauffeur van de dag. En die zullen wij belonen met een passende prijs. Alsjeblieft, blijf goed aansluiten. Maar houd ook afstand op uw voorganger. Er komen 30 Kanta's aan, dus rij maar. Ja, ik trap hier een keer op de rem. Ik lig in mijn duik. Ja hoor. Lekker weer, hè? Heerlijk. Jee, je hebt de knoesten. Mensen, mag ik even uw aandacht? Rick, die is over een paar dagen 12,5 jaar bij ons in dienst. En ik weet dat hij er een bloedhekel aan heeft dat ik dit zo in het algemeen doe. En daarom doe ik het dus ook. Dus ik wou hem even feliciteren en ik wil graag voor jullie even een applaus voor de mooie route die Rick geregeld heeft. Rick, bedankt. 12,5 jaar. Alsjeblieft. De rest komt nog, maar ik denk... Dank voor die verschrikkelijke fijne 12,5 jaar waar ik me geen dag in verveeld heb. Wat doet aap namelijk? Wij vangen dieren op en dat zijn apen, maar ook kleine zoogdieren tot 30 kilo. Fotograferen, maar niet dicht bij de dieren met de lens. Oh nee, u kan
dit wel doen? Die Mantoe-test die doen we in een ooglid. Dan krijgt hij een prikje in het oog. En dan kunnen we zien aan een dag of drie van, hey, het oog zwelt op. Er is wat aan de hand. Daarachter horen twee berbers te zitten, maar ik zie ze niet. En die zijn al heel jong gecastreerd, dus die hebben nooit die uiterlijke kenmerken van de man gekregen. Het is een soort prikpil en die werkt een jaar of twee. Dus dan kunnen we in ieder geval zo'n dier weer makkelijk herplaatsen. Omdat hij een dierentuin een fokprogramma heeft en een graag jonge dieren heeft. Dan kunnen we hem eigenlijk de kooi verkleinen. Die mannen waren constant aan het bakkeleien over een paar vrouwen. Tussen schuiven we dan een gaaswand, zodat de dieren elkaar kunnen zien, kunnen ruiken, een beetje kunnen aanraken, maar elkaar niet kunnen beschadigen. Die de boom in, zodat ze de kokosnoten naar beneden gooien. En zo worden ze getraind. 80% van de dag is het constant het schoonmaken van de verblijven. Nee, nou, maar weet je, mensen willen altijd wat anders dan een ander. Iedereen heeft een hond, dus dan wil ik een tijger. Speciaal voor hem een bord gemaakt met allemaal schroeven en bouten en moertjes erop. Want hij sloopt namelijk alles. De vrouwen van de tegenpartij mee. Ja, maar dat is ook een ik dacht wel. Lekker groot. Ja, kijk maar. Ja, niet schrikken. Als je je te pakken neemt, dan is je toch vier vinger eraf. Maar een prairie hond, die bijt en die trekt naar voren, net als een hond. De beste chauffeur en de ene beste chauffeur van de dag. En dat is wel mevrouw Oudeboom. Ik mag een gedicht niet doen. Nee, dat zag ik, dat weet ik. Ik zal je toch een kus geven. En nog een. Heerlijk. En nog een. Dit is het certificaat. Oh, dit hang ik op. En dit is uw prijs. Nou, hartelijk bedankt hoor. Alsjeblieft, alsjeblieft. Hartelijk bedankt. En dan hebben we de eerste prijs is een heer. Die ook al jaren meedoet, meneer Deuring. Applaus voor meneer Deuring. Hey, hartstikke bedankt. Hè. Je certificaat en je prijs. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Applaus. Nou, dan dank ik u allemaal voor uw komst. Ik hoop dat u vandaag allemaal genoten heeft. En ik hoop dat u volgend jaar allemaal weer meedoet. Dank u wel. Ik mag ook eens vragen waarom u een kanta heeft. Ja. Om dit soort tours mee te maken. Ik heb genoten, het was leuk. Was dit de eerste keer? Nee, tweede keer. Tweede keer, was er vorige keer ook bij? Ja. Oké. En voor herhaling vatbaar? Ja. Dank u.